En tijdens hun drie jaar? Een 3,5 jaar durende wandeling leerde zij de Zaan kennen. En misschien wel als geen ander. En met de Zaan, ook de Zaanstreek en de Zaankanters, we hebben het al mooi gehoord hoe dat ging. En op de foto zie je ook de elementen terug. Sneeuw, ijs, regen, kou, stralende zon. Maar ook de gebouwen. Erfgoed, industrie, nieuwbouw en sloop. Persoonlijke verhalen, anekdotes en optimisme. Ik raad eigenlijk iedereen aan die de Zaanstreek wil leren kennen om vooral ook met het fotoboek te starten of misschien wel met de fototentoonstelling te starten en van daaruit de Zaanstreek te leren kennen en het gebied in te trekken. Een ander aspect van de Zaan en de Zaanstreek hebben David en Bert ook gezien en met hun foto's treffend zichtbaar gemaakt. En dat zijn de grote contrasten waar ik zelf ook dagelijks fietsend door de stad van geniet. Schoonheid en lelijkheid naast elkaar. Nieuw en vervallen naast elkaar. Groen naast grijs. Hout naast beton. Wonen naast de industrie. Geen meter is hetzelfde. Ik fiets hier wel eens met vrienden, bekende familie, die zeggen dat ook van, waar moet ik naar kijken? Wat is het hier vreemd en raar? Maar het is vooral ook onvoorspelbaar en verrassend. En ik woon hier inmiddels ruim 10 jaar en ik ben ervan gaan houden. Een van de kolonisten, zou ik denken. Maar zoals het werkt met contrasten, zijn er ook velen die het tegenovergestelde sentiment aanhangen. De Zaan, ook een inspiratiebron van kunstenaars. Veel gefotografeerd, niet alleen door jullie, maar ook door anderen. Geschilderd, bezongen en overgedicht. En ook Claude Monet werd verliefd op de Zaanstreek en legde de Zaan vast in meerdere schilderijen. Er schijnt er hier één te hangen. Niet alleen esthetisch, maar ook voor hoe we omgaan met de uitdagingen van onze tijd is de Zaan mega interessant voor ons als gemeente. Zo onderzoeken we of de Zaan een rol kan spelen in nieuwe energie met aquathermie. En krijgen we een steeds beter beeld hoe onze stad moeten inrichten om beter met droogte en piekbuien en warmte om te gaan. En ook daar speelt de Zaan een belangrijke rol in de thema's van onze tijd. En in diezelfde omgevingsvisie die ik net al noemde, schrijven we als gemeente ook dat de Zaan weer zichtbaar moet worden. Want soms is die heel erg verborgen achter de gebouwen. Dat we de Zaan weer onderdeel willen laten worden van het openbare leven en van onze economie. En dat het letterlijk een plek is om te zijn en te zien. En de ontwikkelingen aan de Zaan, die prachtig in beeld zijn gebracht, die moeten ook de rivier weer zichtbaar maken. En het boek vindt u daar voorbeelden van, zoals het project Meneba, nu het Zaankwartier geheten, een iconische plek aan de Zaan, waar lang werd gewerkt en nu een woonwijk wordt gebouwd, of gebouwd gaat worden, moet ik eigenlijk zeggen. En een andere prachtige plek aan de Zaan, ook op de foto, is het trein van Bungeloders Kroplaan. Als we schuin hier het raam uitkijken, dan zien we de fabrieken staan. En die fabriek die gaat verhuizen en dat geeft ook weer een mooie plek in Zaanstad waar gebouwd kan worden en waar we de Zaan weer toegankelijk kunnen maken voor velen. En voordat ik zelf in Zaanstad kwam wonen, had ik me niet kunnen voorstellen dat ik ooit een petitie in ontvangst zou nemen over het onderwerp het glop. Zo'n typisch Zaans, Zaans woord. En in het boek komt het terug, het glop. En eigenlijk kan ik een glop het beste omschrijven als een plek waar onbeperkt uitzicht is op de Zaan. Gecombineerd met groen en een ontpittingsplek zijn het dit soort plekken waar we in Zaanstad zuinig op moeten zijn en die we moeten versterken. En dat is ook zeker onze ambitie. Door deze prachtige tentoonstelling, prachtig in beeld gebracht, hoop ik dat veel mensen kunnen genieten van de rauwe schoonheid van de Zaan en de Zaanstreek. En ik hoop dat dat niet alleen de Zaankanter is gegeven, maar eigenlijk iedereen in het land. Kom naar ons. En zoals het ook treffend is omschreven in dit stukje tekst uit Het is dat water. De Zaanballade die in 2016 werd geschreven door Annemiek Woud. Ik ben langs zoveel verre oevers gegaan, maar in het water zag ik altijd de Zaan. Het is die veenstroom die me rust geeft in mijn lijf, waar ik steeds terugkom en dan maar blijf. Dank u wel.